Over 2 dagen is Veronica ook bij je. Om 7:10 beginnen we dan met de Nationale Ideeënbus. Bijzondere huizen in Almere. Een oplossing voor het vervoer van skis. Een portret van een violist die ook uitvinder is. En Reinier Paping test een nieuwe verstelbare schaats. Om 8:00 varen we met Alexander Curly mee op zijn zeiltocht van Dover naar Den Briel. We luisteren naar zijn verhaal over de watergeuzen die tijdens de Spaanse overheersing dezelfde tocht ondernamen. In Tea for Two presenteert Olivier Koning u de passie van Kitty en Hans. Beide verzamelen en niet gering ook. Ook bij Veronica op vrijdag een spannende miniserie. Om 8:50 deel 1 en om 11:45 deel 2. In Under Siege worden de Verenigde Staten geterroriseerd. Na een eerste bombardement schakelt de FBI zijn speciale teams in om te achterhalen wie de daders zijn. Gezocht wordt bij de Iraniërs en dat lijkt in eerste instantie goed te zijn. Deel 2 eindigt om 12:45. Dus genoeg Veronica aanstaande vrijdag. Veronica doet het voor niet minder dan 1 miljoen leden. Want zoveel jonge mensen houden in 1988 het meest van Veronica. Jij toch ook? Voor een piek en een paar cent per week ben je al lid-abonnee en geniet je iedere dag van het superdikke en jonge Veronica-blad. Veronica wacht vanaf nu op jouw telefoontje. 020-808-808-808-808. Bart over liefde en romantiek na de reclame.